omdat het zo nog niet volledig concreet is en ik. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag. Vandaag is het mijn vrije dag. Maar ik ga alles behalve heel de dag in mijn zetel liggen. Ik ga echt werken en werken en werken. Maar aan iets die ik super leuk vind. Dus ik ben heel bang. Want het is echt een project waarvan ik denk van gaat het werken, gaat het niet werken. Maar ik ga eerst nog een paar zaken in mijn hoofd op orde zetten voor ik jullie daar meer over kan vertellen. Ik zit echt boordevol ideeën van morgen voor mijn projectje. Het heeft iets te maken met blogger magazine, maar meer kan ik er nu nog niet over zeggen, omdat het zo nog niet volledig concreet is en ik wil pas echt jullie alles vertellen als het op punt staat. Snap je? Ik heb trouwens een klein beetje geen raam open. Vaseline aan mijn neusvleugels gesmeerd en onder mijn neus. En mijn verkoudheid is zo goed als weg. Maar omdat ik de afgelopen dagen natuurlijk heel veel heb gesnodderd, is dat hele deel beschadigd. Dus daarmee. Zo, het is 12 uur. Tijd om te eten. En dan laat ik dit eventjes aan de kant liggen. En vanmiddag ga ik vlogs editen, denk ik. En een paar DIY-projectjes maken. Wauw, wat lekker voor je. Dank je. Ik ben mijn laptop echt super goed aan het kussen. Allee, eigenlijk vooral mijn harde schijf. Ik ga er dan ook een backup van nemen, zodat ik zeker geen enkel van mijn 1000 video's die ik al gemaakt heb kwijt. We hebben nu omgekleed en nu ga ik mijn zwemzak maken. Oh, zo cute voor Valentijn. Ik ga morgen trouwens niet vloggen. Gewoon omdat ik waarschijnlijk weer heel de tijd bezig ga zijn met dingen waar ik toch niks over kan vertellen. En aangezien ik geen Valentijn heb, doe ik ook niet mee aan Valentijn morgen. Ja. En alhoewel ik mijn best heb gedaan, heb ik toch het gevoel dat vandaag een beetje een minder vloggers geworden, maar ja, it's life. Niet altijd is alles is even exciting en zo. Maar ik heb wel twee musical.ly's gepost of TikToks die het heel goed deden. En daar was ik heel blij om, aangezien ik nog maar net een redelijk harde dip heb gehad op TikTok. Omdat ik een tijdje minder heb gepost, was het echt heel moeilijk om terug mijn likes en mijn views omhoog te krijgen, maar ik denk dat het nu terug een beetje gelukt is. Dus dat is heel erg positief nieuws. En ook heel positief is dat ik vanmorgen super productief heb gewerkt. En eigenlijk vanmiddag tot rond 2-3 uur ook wel heel erg. Ik heb heel mijn harde schijf opgeruimd, dus dat was een heel klusje. En daar ben ik heel blij mee met het feit dat dat nu gebeurd is.